didn't even get to cross. Yo mensen van Dagelijks Games, mijn naam is Tommy en vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van MC Infected. En dit is niet zomaar een aflevering, want in deze aflevering ga ik prestigen. En prestigen houdt in dat je weer van full iron naar ladder gaat. Dus dat betekent dat ik niet meer zoveel kills kan maken. Waarom? Maar dan krijg ik wel fucking coole spullen. En dat ga ik dit potje doen. Dat weet ik bijna wel zeker. Boom, nog 106 koekjes. Oh ja, yeah. Dit gaat hem gewoon worden ook. Ik kan misschien een beetje lag hebben. Ik heb ik ben Assassin's Creed aan het installeren. Assassin's Creed Unity. Ja, nou ja, installeren. Niet gedownload, maar gewoon de gekochte versie aan het installeren. Dus ik kan een beetje lag hebben en ik heb geen zin om weer 2 uur opnieuw te doen. Dus ja, dan maar lag in een video, weet je. Goed jullie het, hè? Wees blij met de video. 78 nog, oké. Okay. Ik moet overleven. Laat ik bij haar gaan staan. Missie Dooch. Ik ben aan het opnemen en stop spam! Echt, als je dit kijkt, stop met spammen, want ik blok je echt op Skype. Echt waar. Gewoon zo irritant de hele tijd mijn bericht op Skype sturen. Nee is nee. Oké? Okay? Nee is nee. Klaar. Als ik het niet wil, dan wil ik het niet. Kut, ga ik nu al dood? Nee, nooit niet. Wat? Ik vergat appels te eten. Kut, kip. Nee, ik wil niet nu al dood, dan wil ik op zijn minst wat langer leven. Klein beetje maar. Om wat meer koekjes te krijgen. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah. Kom maar dan haal ik. Ben een fucking mens met 36 koekjes. Ja, met 4900 koekjes. Maar ik moet er nog 36 en dan kan ik prestige. Overigens doe ik dat niet in de lobby, want dat is dom. Als ik het in de lobby doe, heb ik het volgende. Hé, hey, zombie! Slash stats. 18 koekjes. 18 koekjes als ik dood ga. Nee. Humans gaat dood. Please. Laat een paar humans doodgaan. Hier, ik wil een assist op een paar. Dat is een hele mooie bom. Hele mooi. Goed geplaatst ook. I need more food. Or I will die. 6 koekjes. Ik kan zo prestige. 6 koekjes. Still. Prestige. Still. Steel prestige. Nee! Oké, volgende potje. Oh yeah, YOLO. Can't prestige. Is ik. Doe het niet. Can't prestige. Ik werd wel gerefaired, dus ik heb weer 3 dingen erbij. Dus ik kan bijna 500 koekjes weer halen. Weer kill me. Ik heb een prestige. Lag is real. Kill me. Good job. Good job. Oké, maar mensen, ik ben zo terug in het volgende potje, want meer kan ik toch niet echt doen. Oké, ik ga prestige. Wachten. Slash prestige. Slash prestige. Oh, kijk die chat dan. Oh! Thank you. Waarom lag ik zo hard? Laatste keer full iron en ik lag echt tering hard. What the fuck? Waarom lag ik zo erg? Wat is deze bullshit?
so much lag. Oké, maar mensen, ik weet niet. Ja, ik kan wel verder gaan, maar. Weet je nou, te kijken naar hoe leuk het is om iemand die teringharde lag heeft. Of jullie dat leuk vinden, dat mag je zelf weten. Ik in ieder geval geen zin om zo te spelen. Het is fucking kut namelijk, om zoveel lag te hebben. Want dat slaat nergens op. Het installeren van Assassin's Creed is al klaar. Dus de lag hoort nu over te zijn. Dus ja mensen, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik heb niet zoveel gedaan. Ik noem het gewoon prestige. That's all what I do in this video. En ja, tot de volgende keer. Laters. Oh, wacht, mijn lag is over. Ja! Ja! Mijn lag is over! Grapje. Is mijn lag echt over? Ah, zo'n beetje. Ja, het is wel over. En nu weer niet, en dan weer wel, en dan weer niet, en dan weer wel. Ah. Weet je, ik maak in ieder geval het potje af. Misschien kan ik nog in die 170 seconden overleven. Als laatste Iron Armor. Waarom hoorde ik het geluid niet? How do I eat? Allemaal bommen. Nee, maar mensen, dit was het weer. Ik hoop dat jullie het toch nog leuk vonden, ondanks ik maar één potje eigenlijk heb gedaan. En tot de volgende keer. Laters.